In december gaat ze voor 8 maanden werken op een cruise ship. Dat onder meer langs de Caribbean, de Azoren en Noorwegen vaart. En nu is ze hier nog bij ons in de studio, Milène van der Smissen uit Etten-Leur. Milène, wat ga jij nou precies doen die 8 maanden lang op dat grote schip? Ja, nou ik ga deel uitmaken van het showteam. Een showteam bestaat in dit geval uit 10 mensen. Zangers, dansers. En wij gaan op de Rijndam van de 100 Amerika-lijn shows spelen, shows verzorgen. En wat moet ik dan aan denken? 40 minuut durende shows met een compilatie van verschillende soorten genres muziek. En gecombineerd met dans. Dus eigenlijk ja, bijna een soort mini-musical-achtige shows. Iedere avond iets anders? Ja, niet 8 maanden lang natuurlijk, maar je hebt een soort schema natuurlijk. Nou, we hebben dus 8 shows die ik moet kennen. En die, kijk, het zijn reizen van 1 week of 2 weken. En die worden dan zo ingepland dat het precies zo uitkomt dat mensen niet 2 keer dezelfde show zien. Hoe dat precies in zijn werk gaat, weet ik niet. Maar het is gewoon, ik moet 8 shows kennen. En dat roleert dan steeds. En dan, ja. En jij doet de zang en je doet acteren. Zullen we een klein stukje kijken van jouw zang? Ja, is goed. Ja. André zit hier altijd, wat zei jij? Ik vind het knap dat je dat elke avond zo kan. Het moet nog gaan blijken. Maar... Ja. Hoe is dit om dit te zien? Want je zit helemaal mee te doen met je gezicht als je zit te kijken. Ja. Oh, wat grappig. Ja, om dat te zien of om het te doen? Nee, maar ook om jezelf zo te zien. Ja, dat is toch apart. Omdat ik ook weet dat niet wij met z'n vieren het alleen gaan zien. Maar gewoon, ja, ik kijk er gewoon naartoe en dan kan ik me weer helemaal inleven. Ben je trots dat ik daar stond. Als je het ziet? Ja, wel trots, maar ik ben altijd wel een soort van kritisch. Dan denk ik, oh ja, hoe pak ik die? Ja, heel stom technisch gezien. Nou, ik ben dan natuurlijk geen technicus daarin, maar ik zit er te kijken. En dan denk ik, wat in hemelsnaam ga jij toch doen? 8 maanden jezelf wegstoppen op een groot schip? Moet jij niet gewoon zeg maar naar de theaters en naar Joop van den Ende lopen en zeggen, hallo, hier ben ik, wat een stem. Ja, nou, het is heel moeilijk om echt om ertussen te komen. Het is echt heel moeilijk. En ik heb redelijk al wat auditjes gedaan. En ja, het is niet alleen je zangstem waarop je wordt beoordeeld, maar ook je spelkwaliteiten, maar ook je uiterlijk. Ben je lang genoeg bijvoorbeeld? Dat is een dingetje bij mij. Je bent niet zo lang. Ik ben niet zo lang. Pas ik naast die mannelijke speler en past, ja, hoe is het geheel? Er komt echt best wel veel bij kijken. Ja. Dus ja, dan ben ik ook pas net klaar, net afgestudeerd. Maar dit is natuurlijk wat je gaat doen, dat is ook geweldig om heel veel ervaring op te doen. Nee, want hoe werkt het dan? Want je zegt, je hebt 8 verschillende shows die je moet kennen. Ja, ja. En want je bent met een club van 10 mensen, hoe train je dat? Hoe oefen je dat? Ben je daar overdag de hele dag mee bezig of hoe werkt dat? Ja, overdag. Het schijnt best wel pittig te zijn. Ik heb echt gehoord dat de eerste paar weken echt hell week. Hell weeks worden genoemd. Maar, zeg maar. Hoe wordt dat omschreven dan? Waar moet je aan denken? Nou ja, kijk, ik vlieg natuurlijk daar naartoe. Ik vlieg naar Amerika eerst. En dan heb ik sowieso eerst een jetlag. Nou, dat geen rekening. Hop, meteen aan de gang. En ja, het moet in een korte tijd verhouding moeten al die shows erin. En we hebben nu al wel materiaal precies gekregen, dus ik kan wel wat voorbereiden. Alleen ja. Wat krijg je dan? Bladmuziek, een scriptje en tracks, mp3's. Het zijn nieuwe mensen. Die ken je niet, die andere 9. Niet. Nou, ik heb nu toevallig een Facebookgroep. Waarop ik kan zien, oh ja, die ziet er zo uit. Ja. Maar verder nee. En ik heb met een van die andere meiden, die dan ook zangeres is, een beetje chatcontact gehad. Van, Hoe gaat het in zijn werk? Want zij doet het voor de 2e keer. Zodat ik een beetje kan... Want ik weet ook niet precies waar ik in terecht kom. Nee. Dus maar ook gewoon op basis van verhalen en ja. Wat lijkt je het allerleukst? Waarom dacht je van, ja, ik ga dit toch gewoon doen? Nou, ik heb sowieso, zit er iets in mij dat ik denk, ik wil gaan reizen. Sowieso. En ja, ik heb die cruise zit eigenlijk al een paar jaar in mijn hoofd. Van, oh, dat lijkt me zo leuk om een keer mee te maken en daarvan te leren. Maar ook vooral
in zo'n andere omgeving. Waar je niet aan het vertrouwde schoolse zit of je vertrouwde mensen die je kent. Maar gewoon eens een keer in diepe worden gegooid. En dan, ja. Maar wat is dan ook meteen het angstigste? Nou ja, dat ik met mensen zit die ik totaal niet ken. Dus als het niet klikt, ja, dan zit je daar. Ja. En dan zal ik er toch het beste van moeten maken. Mag jij van het schip af in die 8 maanden? Ja, we hebben gewoon een route. En iedere keer als het schip in de haven komt, mag ik in principe het schip af. Alleen er zijn wel regels, want ik ben wel echt een crewlid. Dus ik val om diezelfde regels. En als we aan een haven liggen, moet er minimaal zoveel procent op een schip blijven. Dus ik mag niet altijd vanaf. Oké, mag je naar huis tussendoor? Nee. Geen kerstmis, geen oud en nieuw, geen verjaardagen van familieleden? Nee, want mijn familie zit op die boot. Zo noemen ze het ook. Welcome to your new family. Oh zo, ja. Precies, nou dan weet je het. Maar 1000 mensen toch op? Is het heel groot? Dat schip is vrij klein eigenlijk nog in verhouding. Ja. Even kijken, uit mijn hoofd. 2500. Nou, heb je in ieder geval een hoop familie. Nou, en iedere 2 weken nieuwe familie. Dat is ook familie, maar die komen en die gaan natuurlijk. Maar voor de crew, ja. Okay, kan je ook nog een beetje zelf van die cruise genieten? Of is daar helemaal geen tijd voor? Daar ga ik wel vanuit. Ik maak er wel een feestje van, denk ik. Ja. Zo is het. We houden jou in de gaten. En anders moet je achteraf maar even terugkomen hier en over jouw ervaringen vertellen. Ja. Heel veel succes in ieder geval. Dankjewel.